Hallo, welkom bij Neergamiem, Corona en Zuid-Corona's favoriete plaatjeshow, waarin we wekelijks kijken op de subreddit Neergamiem's Missiesub, om te kijken wat jullie deze week hebben achtergelaten. Goh, er is iets veranderd, maar ik kan mijn vinger er niet op leggen. Ik wel. Hup. 911. Nee. Nein, Juan. Ja, ik accepteer hem. Hij is geinig. Kinderen met een mooie stem in The Voice Kids. Kinderen die gepest zijn. Perfect. Dat viel me altijd op bij die talentenjachten. Dat is altijd wanneer er zo'n guy zo'n zielig verhaal heeft. Dat je zo... Oh. En dan opeens kan die tering goed zingen. En dan zie je... Oh, hey, wat? Verrassing? Dus ja, als je op een gegeven moment dat 100 keer hebt gezien, dan snap je het concept wel. Maar, aan de andere kant... Wie de fuck kijkt er nog tv? Ja, ik niet. Zijn memes uit 2018 nog steeds relevant? Dit wezen, ja man, do you know the way? Fucking Knuckles, Uganda Knuckles, valt altijd goed bij me. Daar kan ik eeuwenlang van genieten. Do you know the way? Ik zou nu in 2020, ik zou nog steeds een VR-chat dat karakter erbij pakken en gewoon klukken als een discriminerende zak. Wanneer ik mijn kleine teen stoot. Ik weet niet, het is zo specifiek. Het is mij nog nooit overkomen. En dat wil ik ook zo houden. Want ik wil geen schreeuwende kat zijn die zweeft in de lucht. Don, genomineerde. Feet! Ja, maar ik wil er 2. Zou Feet niet echt volgende maand al zijn of zo? Waarom hoor ik er niks over? Petitie om Don een elektrische auto te laten kopen, zodat hij niet meer kan klagen over de benzineprijzen. Nee, maar dan ga ik klagen over de laadtijd. De vele al mensen die er staan. Dus dan is er nog een grotere wachttijd. Ah! Het staat wel op de planning om in de toekomst een elektrische auto te kopen. Ik had, dus no spon by the way, maar ik zag bij BMW, die heeft een concept voor de i4 uitgebracht. En ik zag, die ga ik in de gaten houden. Ja man, ik heb er 2. Ja, dit is, het is ongekend. Het is ongekend. He attack, he protect, but most importantly, he track a gekke back. Vaak genoeg wel. Af en toe, en Arvi kan dit waarschijnlijk ook getuigen, van als je gewoon een willekeurige frame pakt of je zet de video zomaar op pauze, hè, boem, gekke back. Omdat ik dan zeg maar in zo'n halve transitie zit en wat? Ja, het is ongekend. Het is ongekend. Vanaf nu schudden we geen handen meer. 5 seconden later. Ja, maar kijk, daarna was nog... Oh, kut, nee, sorry, mogen we niet meer doen, weet je. Dus hij rectificeerde zijn fout. Maar het is zo gebruikelijk voor politici om een deal te sluiten en dan de hand erop te schudden. Ik begrijp het, Mark. Ik vergeef je. Of de rest van Nederland dat doet, dat moet nog maar even blijken. Maar Mark, jij zal voor altijd een speciaal plekje in mijn hart hebben. Dat klinkt gelijk zo intiem. Niet echt een meme, maar ik heb er hard aan gewerkt om Don en Rick en Morty-stijl... te maken. Hopelijk vinden jullie hem mooi. Ik vind hem tof. Dat is de garage van Rick, toch? Zo, hey. Die scène, dat hij gewoon ineens een augurk was. Au, ik ging stuk, man. Ik ging stuk. Dat is toch ook een... Ever relate. Dat is toch ook een meme, dat ze opeens weer zitten van... Ah. En toen had hij zichzelf omgetoverd in een augurk, man. Ik ging stuk. Ja, dat... Ja, goed. Hè, leuk. Iedereen is een gangster, totdat de echte gangsters binnenkomen. Zelfs dat zijn geen gangsters. Weet je wat gangsters zijn? Dit zijn gangsters. Ook al heb ik het gevoel dat hij gefotoshopt is. De befaamde Tommy Guns met de drum mags. Oi. Gevaarlijke mannen. Wanneer je aan het afkijken bent, maar je leraar kijkt naar je, dus je moet doen alsof je heel hard nadenkt. Schuldig. Schuldig. Hou je van je fans? Ja man, maar eigenlijk nee. Kijk. Er werd niet op doorgevraagd op die manier. Er werd wel, maar het refereert naar een interview wat ik heb gehad. En toen zei ik, hou je van je fans? Zei ik, nee. Kijk, maar wat ik wel doe, ik waardeer jullie enorm. Want het viel toen slecht bij sommigen in de keelpijpen. Van, hey, wat nou? Hij heeft alles aan ons te danken. Hoezo houdt hij niet van ons? Ja, maar ik waardeer jullie ook. En ik heb het beste met jullie voor. Alleen het houden van, ja, dat vind ik gewoon een beetje een gevoelig onderwerp. Dat is, ik denk juist dat er dan misbruik kan worden gemaakt van de zogeheten parasociale relatie. Nou, dat gaan we gewoon niet doen. Afstand bewaren is niet zo erg. Wanneer je een leuke meme maakt met 800 upvotes... The RV will decide your fate. Arvi, zeg het maar. Blijft hij erin? Wordt hij gepixeleerd? Wordt het een frikandelbroodje?
You decide. Media, het coronavirus is erg besmettelijk. Professoren, als kind heb je weinig kans om eraan te sterven. Als ik het coronavirus krijg, heb ik 2 weken gratis vrij. Well boys, we did it. Stress is no more. Ja, wil je dat risico lopen? Omdat zogenaamd de media je zou opfokken? Ik zou het risico niet lopen. Maar ja, dat ben ik. Hè? Arvi, als zijn edit niet op tijd af is, ben ik! Arvi beseffen dat het toch niet veel boeit. Kom. Arvi beseffen dat hij minder frikandelbroodjes krijgt. Oh, ja, de deadline niet gehaald. Boom, wordt ingekort. Krijg je de helft. Ja, kut hè? Kut. Kut is dat. Because if video not here, no stonks. No stonks, no frikandel. Ah. Opletten. Waarom steekt de kip de weg over? Ja, ah, weet ik niet. Om bij het huis van een sukkel te komen. Klop, klop. Wie is daar? De kip. Sinds wanneer kan een klip een kip? What the fuck? Ik kom er geen eens uit, zo verward ben ik. Een andere Nederlander op de Franse camping. Spreek je eigenlijk Frans? Oui. Ja, man. Ik wil du baguette. Oui. Merci. Bonsoir. Kedegering, kedegering. Iedereen. Oeh, oeh. Ja. Goed gevonden, goed gevonden. Nou, we hebben even kijken, een motor bij de 100 tot 110 decibel. Dan hebben we een rockconcert, dat zit rond de 115. Dan hebben we een vliegtuigmotor, dat is 140. Een shotgun is 165 decibel. En op 194 decibel, niezende vader. Vaders kunnen niet zacht niezen. Sowieso vind ik het ook wel een beetje een beta-eigenschap als je je nies inhoudt. Zo. Nee, gooi het eruit. Blaf, je moet blaffen. Wees zo'n Duitse herder. Gewoon. Dan weet je dat het oplucht. Het is groen in het glaad van de berg. Geen idee. Een skiwi. Ja, dan heb je alsnog van die beta-mensen. Die voor de gouden kiwis gaan. Jullie zijn niet goed in je hoofd. Groene kiwi staat bovenaan. Arvi, groen of geel? Zo hoor ik het graag. Waarom moest de kleermaker opnieuw beginnen? Nou, hij was de draad kwijt. Hoezee, een goede grap. Wat is groen en kan rollen? Een groene voetbal? Kermit de knikker. kom maar door. Ik vind ze nog steeds leuk. Mijn crush, wanneer ik zeg dat ik haar leuk vind. Ja, walgelijk. Wil ik niks mee te maken hebben. Lekker man. Meisjes zijn stom en vies. Bah. Oh mijn god, jullie hebben de tekst weten te vinden. Mooi zo. Ik moet even contempleren. Is dat een term? Zeer zeker. Ja. Oké, we moeten de challenge moeilijker maken, Arvi. De challenge is niet moeilijk genoeg. We doen het zonder klap. Je verbergt hem gewoon ergens een keer. En dan moeten mensen maar gewoon opletten. Want het is heel overduidelijk dat als ik een klap doe en er is tekst van... Oh, het is hier ergens. Nee, je verstopt hem maar gewoon. Verstop hem maar. Wanneer iedereen slaapt en je naar de wc moet, maar de vloer kraakt. Oh, zo naar. Zo naar. En dan krijg je de volgende ochtend. Hé, man, wat deed je op? Ja, ik moest gewoon naar de wc. Oké, ik moest gewoon naar de wc. Kan ik er wat aan doen dat ons huis in... fucking bijna instort. Waarom kraakt de vloer? Waarom kraakt de vloer? Waarom? Iron Man is een multimiljonair en heel slim. Thor is een god. Hulk is heel sterk. Groot. I am stick. Stick. I am tree. Boom. Look, a shooting star. Ik wens dat Don naar zijn kijkers luistert en de video's gaat maken die wij graag willen. Nope. Nope. I ain't doing it. Get the fuck out. Mark Rutte. Mark Rutte. Oh, zo goed. Zo goed. Zo, hey. I have enjoyed that one. That one was good. Yes. Please, more of this. Zeg het, gay meneer. Kijk, ik ben een meeuw. Yes! Oh, er was wel een periode waarop dat gebeurde. Ben ik even blij dat die tyfusmeeuw opgerold is, hè? Hey? Jongens. Ik wil een opdracht aan jullie geven. Ik wil dat jullie over 2 jaar aan Kian gaan vragen of hij nog even altijd Harris wil zeggen. Gewoon alleen het zinnetje. Niet pesten, doen we niet aan. Alleen of hij het zinnetje wil zeggen. Bedankt voor het kijken naar deze video. Vond je dit een leuke video? Beloon het dan met een duimpje omhoog. Wil jij toevallig nog 2 andere video's zien? Dat kan. Druk op de knop naast mij. Zie ik jou de volgende keer weer. Doei.